Het is rustig weer, wel wat vochtig en het is nu zo'n 2 graden. De langste file op dit moment op de A4. Er is een incident op een aansluitende weg en het verkeer wordt daarom omgeleid. Dit is het TV West ochtendnieuws van woensdag 21 maart. Goedemorgen. Straks het Openbaar Ministerie wil graag uw mening, maar eerst de pedo van de Dierense Laan. Politie Haaglanden heeft namelijk 2 verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zedenzaak aan de Dierense Laan in Den Haag. De witte Volkswagen Polo, waarvan de beelden gisteravond verspreid zijn, bracht de politie op het spoor van de mannen. Bij hoofdbureau van politie Haaglanden staat onze verslaggever Lana de Wit. Lana, dat is toch opeens best nog wel snel gegaan? Ja, dat is absoluut snel gegaan. In het TV Westnieuws om 5 uur lieten wij nog beelden zien van de polo. En eigenlijk om 7 uur kregen wij al bericht dat er een 52-jarige man aan de Van der Kunststraat in Den Haag is opgepakt. En even later is ook nog een 2e verdachte aangehouden, een 27-jarige Haagenaar. Naast mij staat Wim Hoonhout van de politie Haaglanden. Meneer Hoonhout, hoe bent u bij deze 2 mannen gekomen? Ja, we hebben vanaf afgelopen woensdag uitvoerige rechercheonderzoeken verricht. Buurtonderzoek, flyers, buurtbewoners betrokken, veel media-aandacht, ook bij jullie op de zender. Ja, uiteindelijk een knoopje gisteravond in de Eerste van de Kunststraat met de aanhouding van die 52-jarige man. Maar er zijn 2 verdachten aangehouden, ook nog een 27-jarige Haagenaar. Hoe bent u bij hem gekomen? Waarom is hij ook aangehouden? En na die aanhouding van die 52-jarige Haagenaar kregen wij zicht op deze 27-jarige man. Ook die is aangehouden en de komende dagen moet blijken wat de rol is geweest van beide verdachten. Zijn ze eigenlijk bekenden van de politie? Nou, beide zitten momenteel in beperkingen. Dat betekent dat we niet zoveel bewegingsruimte hebben als het gaat om aard en omvang van deze zaak. Met name natuurlijk de rol van beide verdachten. Dus daar zijn we nog wat terughoudend in. Wellicht latere dagen meer. Okay. Nou, wij blijven natuurlijk de zaak voor TV West en voor Omroep West volgen. Meer informatie is ook te vinden op de website omroepwest.nl. Dankjewel, Lana. En dan een andere zedenzaak. In Zoetermeer zijn de afgelopen 4 weken 9 vrouwen op fietspaden onzedelijk betast door een man. De verdachte rijdt rond op een scooter. Alle slachtoffers reden op een fietspad en werden door een man op een scooter ingehaald. De man sprak de vrouwen aan en betastte ze. Het gaat volgens de politie om een blanke, gezette man die elke keer pas na 2:30 middags heeft toegeslagen. De politie vermoedt dat er nog meer vrouwen slachtoffer zijn geworden en doet vanavond een oproep in het opsporingsprogramma Team West. De voordeur van Museum Gouda is vanochtend vroeg opgeblazen. Volgens een verslaggever van Omroep West zit er een gapend gat in de deur, ongeveer zo groot als 3 deursloten. Getuigen hebben na de klap 2 motoren met hoge snelheid zien wegrijden. Er is nog veel onduidelijk. Waarschijnlijk is er niemand binnen geweest en is er alleen maar schade aangericht. In het museum hangt onder meer werk van Jan Steen. Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat voor het eerst met gewone mensen praten over de strafmaat voor verschillende delicten. Vinden we dat er te licht wordt gestraft of juist niet? Of moet er misschien op een andere manier worden gestraft? Het OM wil het weten en houdt dit jaar 2 bijeenkomsten waar burgers welkom zijn. Boven het Zeehelden Theater in de Tromstraat in Den Haag bevinden zich een aantal woningen. En in een van die woningen is op vrijdag 27 januari om 2:30 middags ingebroken. Dit soort nieuwsberichten komen dagelijks in de krant of op tv. En het Openbaar Ministerie is nu benieuwd wat voor straf u deze laptopdief zou geven. Bijvoorbeeld, vinden mensen het strafverzwarend als een inbraak gepleegd wordt, bijvoorbeeld in de nachtelijke uren, of dat het overdag gebeurt? Wij gingen met de laptopdief de straat op en vroegen uw mening. 2 maanden in de gevangenis. Oké. Denk ik. Maar dat krijgt hij niet. Rest nog de vraag welke straf het OM deze jonge man zou willen geven. Ervan uitgaande dat die persoon nog nooit met politie of justitie in aanraking is geweest en er verder niet al te veel hele bijzondere omstandigheden zijn, zou het uitgangspunt op dit moment volgens de richtlijnen zijn 3 tot 4 maanden gevangenisstraf. De eerste bijeenkomst wordt op 17 april gehouden in het Paleis van Justitie in Den Haag. De toekomstplannen voor de Scheveningse haven zijn misschien wel de doodsteek voor de Scheveningse vissector. De gemeente kiest namelijk vooral voor woningbouw. Gisteravond heeft de Belangenvereniging Scheveningse Havengebied daarom een alternatief plan gepresenteerd. Zo ziet het plan van de Scheveningers er op de tekentafel uit. Het betekent een flinke uitbreiding van de bedrijfsruimte aan de derde haven van 18.000 naar 30.000 vierkante meter. Het plan van wethouder Noorder bestaat vooral uit huizenbouw.
Je kan eenmalig kan je aan de Scheveningshavens woningbouw plegen. En dat zal ongetwijfeld de gemeente Den Haag een x bedrag opleveren. Maar het is de moord, echt de moord, voor 1000 jaar visserijcultuur op Scheveningen. En wij vinden als platform Rust aan de Kust en ook Scheveningse bewoners, inwoners, dat je de haven moet gebruiken voor maritieme bewegingen en voor bedrijvigheid. Dat betekent aan de derde haven dat een deel van de woningbouw moet verdwijnen en moet worden vervangen door een strook van 150 meter aan lengte en 20 tot 30 meter aan breedte aan bedrijfsruimte. De ondernemers zijn bereid daarin te investeren en ze vragen de gemeenteraad nu om serieus naar hun plan te kijken. De Poolse presidentsvrouw Anna Komorowska opent vandaag het nieuwe seizoen van de Keukenhof in Lissen. En ze is niet voor niets uitgenodigd. Het thema van het bloemenpark is dit jaar Polen. Het land is belangrijk voor de exportmarkt van bloembollen en jaarlijks bezoeken 9000 Poolse toeristen ons land. De publiekstrekker moet dit jaar een mozaïek van Chopin worden, gemaakt van 50.000 bloembollen. In totaal zitten er 7 miljoen bloembollen in de grond. Donderdag gaat het park 6 weken lang open voor het publiek. Sport dan. De ijshockeyers van Heijs de Heek hebben gisteravond de derde wedstrijd om de landstitel met 3-2 gewonnen van Geleen. In een spannende en spectaculaire wedstrijd nam Heijs 2 keer een voorsprong, maar Geleen kwam steeds langzij. Pas 3 minuten voor tijd wist Heijs de overwinning veilig te stellen. De Hagenaars moeten nu nog 1 wedstrijd winnen om opnieuw landskampioen te worden. Dat kan vrijdag in Geleen, de 4e wedstrijd is dat. Bij winst is Heijs dus kampioen, bij verlies volgt zondag de beslissende wedstrijd in Den Haag. Anish Giri heeft zijn eerste wedstrijd in het Europees kampioenschap schaken in Bulgarije gewonnen. De 17-jarige Rijswijker wordt gezien als een van de titelkandidaten. Hij won gisteren van de Roemeen Janu. Na 49 zetten hield deze het voor gezien. Giri staat dankzij de winst als 4e geplaatst in het toernooi. Dan kijken we naar de kranten van vandaag. De hele klas van de omgebrachte Simona Pietersen uit Noordorp laat vandaag ballonnen op voor de Tweede Kamer. Op die manier wordt aandacht gevraagd voor slachtoffers van zinloos geweld. En de actie is vandaag omdat het de dag tegen racisme en discriminatie is te lezen in het AD. De Partij voor Dieren in Leiden wil van burgemeester en wethouders weten of er in polderpark Kronenstein klemmen zijn uitgezet om muskusratten te vangen. Afgelopen zondag kwam een hond met zijn poot in een onbeveiligde klem vast te zitten toen hij vanaf de walkant wilde drinken. De hond moest met de dierenambulance naar een dierenarts die de klem verwijderde. Is te lezen op de website van het Leids Dagblad. En dan de Telegraaf. Daar is een foto in te zien van dartelende koeien in een wei in Delfgauw. Dit zijn ze. Je hoort ze bijna loeien. De koeien hebben maanden op stal gestaan en ze mochten gisteren voor het eerst weer naar buiten. Ja, en het was gisteren al een fantastische dag. Vandaag wordt het zo mogelijk nog meer lente. Huub Mizee. Ja, inderdaad. Er is vandaag weer veel zon. Vanmiddag misschien een paar stapelwolkjes. En verder is er maar weinig wind vandaag. Windkracht 2 tot 3. En de maximum temperatuur die wordt ongeveer 14 graden. En dan kijken we even naar de wegen. Wat problemen op de A4. Daar staan wat files en dat heeft te maken met problemen op een aansluitende weg. Dus houdt u daar rekening met wat vertraging richting Amsterdam. De A12 naar Utrecht toe, ook daar wat oponthoud. En verder de gebruikelijke file op de A20, Hoek van Holland-Gouda. En ook de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland. Daar vertragingen van 1 minuut of 10. We blikken vooruit op Tiswat met vandaag onder andere de bijna 70-jarige Anka Struiken. Volgende maand viert ze dat ze al 39 jaar kleding verkoopt in haar beroemde Haagse tweedehandswinkel Second Hand Rose. I'm wearing Second Hand Rose. Hier heb je een Gucci jurk, Vuitton, Burberry, Ralph Lauren. Het is heel schattig. En duur. Hij is enig, Marijk. Sexy! Sexy! Enig is hij. Staat je enig? Ja, enig. En hoeveel enige spullen ze nog meer in huizen Second Hand Rose heeft? Vanaf 16:45 ziet u het in een nieuwe aflevering van Tiswat. Tot zover het TV West ochtendnieuws. Meer nieuws vindt u natuurlijk op omroepwest.nl. En bij 89.3 Radio West. West wordt wakker met Sander Ottes. Het komend uur aandacht voor Boomfeestdag. Het TV West nieuws is er over een paar minuten weer met als belangrijkste onderwerp 2 aanhoudingen in de zedenzaak van de Dierentse Laan in Den Haag. Graag tot zo en een hele fijne dag alvast.